Koningin Maxima geniet samen met haar vriendinnen van een zonnig uitje in Centro-P en dit keer zonder de aanwezigheid van koning Willem-Alexander. Het lijkt er echter op dat de koningin zich prima vermaakt, al roept haar alleenreisavontuur wat vragen op. Spaanse media hebben sprekende foto's vrijgegeven waarop Maxima zichtbaar geniet van een zogeheten Girls Night Out. Samen met een groep vriendinnen maakten ze de omgeving onveilig met een dag vol winkelen, gevolgd door een luxe jachttocht en een smakelijk diner bij de beroemde gastrobarle Club 55. Het klinkt bijna als de plot van een romcom, maar het lijkt meer op een vakantie waar Willem Alexander niet in de rol van de romantische partner terechtkwam. De afwezigheid van de koning is niet onopgemerkt gebleven. Eerder dit jaar ging Maxima al met vriendinnen op skiereis, wat volgens sommige geruchten niet bepaald een goed teken is. Een insider vertelde dat het koningspaar mogelijk in een huwelijkscrisis zou zitten, wat het beeld van een gelukkig stel behoorlijk onder druk zet. Het weekblad Story meldde dat het koningspaar al enige tijd naast elkaar leeft. Tijdens de jaarlijkse zomerfotosessie deed prinses Alexia zelfs een onhandige uitspraak over de situatie van haar ouders. In plaats van te zeggen dat ze meer tijd voor elkaar hebben, sprak ze over meer tijd voor zichzelf. Het lijkt een klein maar veelzeggend slippertje, alsof ze een hint gaf dat er meer aan de hand is. Maxima zelf sprak onlangs over hoe ze nu meer tijd voor haar werk kan hebben, maar liet de suggestie dat ze ook tijd met Willem-Alexander doorbrengt volledig achterwege. Dit doet vragen reizen, vooral in combinatie met de berichtgeving over hun gescheiden levensstijlen. En ze voegden de daad bij het woord, want niet eerder leefde ons koningspaar zo nadrukkelijk langs elkaar heen als de laatste tijd, al dus het artikel in Story. Dus terwijl Maxima zich te goed doet aan het Franse leven, blijft de vraag hangen, wat doet Willem-Alexander terwijl zijn vrouw geniet van de zon en goede wijn?